Welkom bij het vernieuwde, super epische, super gloednieuw. Oh, wauw, Sylvana. Hoi. Ja, we hebben nieuwe camera's en draaiende perspectieven. Goed. Welkom bij Dumperdreten 102 met Sylvana. Hallo. Ja, by popular demand. Je kent het concept? Ik ken het concept. Ja, ja. Heb je het alle 101 afleveringen? Ik heb alle 101 afleveringen. Plus specials. Plus specials, alles. Episch. Dus je weet toch precies wat je moet doen. Ik weet precies wat ik moet doen. Top. Ja. Laten we filmpjes gaan kijken. Yeah, let's go! Wat vind jij van Jan Dino? Dit is een heel geil filmpje, maar dan zie je de kop van Jan Dino. En dat hele geilheid gehalte, dat gaat gewoon helemaal naar beneden. Ik vind het zo overdreven. Doe gewoon normaal. Dan doe je al gek genoeg, weet je. Chill. Het lijkt wel nu in het filmpje alsof hij klaarkomt. Moet je nagaan als hij klaarkomt. Ik heb natuurlijk ook, toen ik dit voor het eerst zag, volledig naar het hoofd van Jan Dino gekeken. Ja, maar dit is toch een prachtvrouw? Ja, ik zie alleen maar die gozer. Yes. Je hebt het helemaal verpest. Ja. Ja, bedankt. Dus het is niet een lekker vapfilmpje. Nee. En op het moment hier, zie, er wordt weer niet goed gefilmd. Zo, maar ze heeft wel echt wel een fantastisch mooie vrouw is dit. Nou, ze heeft gewoon heel veel appeal. Ze is gewoon, zij heeft de X-factor, weet je wel. Ja. Ja, tuurlijk. En dan kan ze ook nog eens zo dansen, ja. Holy shit. Ja, nee, als je dit vergelijkt met die zeug van een, goed lang. Ik wil misschien nog gekocht worden zonder mol, dus ja. Kan ik natuurlijk niet zijn zus gaan uitschelden. Wat jij net zei, dat heeft wel mijn hele blik op deze zaak veranderd. Dat je met die Jan Dino in bed ligt en dat hij er echt zin heeft. En dat hij er binnen... Oh! Yeah! 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 Waarom moet Chantal Jansen nou weer lapdances geven en doet Robert ten Brink dat niet gewoon? Of André van Duin, weet je wel. Wat is dit nou weer voor pauper... Wat? Dikke billen. Vijf reten. Agregion Safido nou. Dit was hem. Ja, leuk. Ja, ik verwachtte eigenlijk nog dat hij hem echt zou slaan of zo, maar dit is wel grappig. Hij ziet er heel ruig uit. Nou ja, niet ruig, maar niet dat al die mensen er altijd gewelddadig zijn. Maar... Nee, dat zeg je alleen maar omdat hij bruin is. Je moet ook wel respect hebben voor die neerwaartse bewegingen. Ja, zeker. Dat is gewoon uitstekende ruftechniek. Goede heupen ook. Ja. Moet je nagaan. Ja, door je knieën. Ja, dat maakt die verkrachtingszaak een stuk luchtiger, zegt Mojo.nl. Ja, dat kan toch niet? Oh, shit. Aha! Scheten! Vijf reten. Ah, nee, hou op. Ah, nee! Ah, dat is gewoon echt een waterval. Weet je wat vrouwen dan doen? Vrouwen die doen nog lief, die gaan dan met je mee. En die houden je haar naar achter. Mm-hmm. Maar al die mannen die laten hem gewoon lekker staan, kotsen. Ja, als ik moet kotsen, dan heb ik ook wel zoiets van, joh, ga even weg. Oh ja? Ja. Ja, mijn kat mag erbij, maar de rest... Hij heeft wel heel erg netjes de bril omhoog gedaan. Ja, toch? Ik bedoel, een echte gentleman. Is hij lam of niet? Dat vraag ik me wel af. Is dit gewoon kots omdat je dronken bent? Of? Omdat je te veel vocht hebt binnengehad, waardoor je gewoon in je maag zegt, fuck je. Ja. Ja, ik weet niet. Ik hoop voor hem dat hij nog een beetje lam is, want anders was het echt heel kut. Dan heb je alleen maar heel veel gedronken, heel hard gekotst en dan ben je ook nog niet lam. Nee. Eén reet. Ik vind het wel fijn voor deze meneer dat het er allemaal uit is. Dan kan je weer doordrinken, dus vier reten. Jij bent best wel een zuiplap, of niet? Nee. Ik heb jou één keer... Wat heb jij gedaan? Wat heb jij één keer gedaan? Nou, ik heb jou één keer meegemaakt op een feestje. Oh ja. Dat was erg gezellig. Ja, koekoek. Orgie. Nee joh. Waar komt de crash? Waar komt de crash? Daar komt de crash. Ja, autofilmpjes en een crash, altijd vijf reten. Dit doet me nog het meest denken aan Hitler die Rusland probeert te veroveren. Dat ging ook niet goed. Drie reten. Een Duitse auto is nog. Ja. Je moet wat. Goeie grap. Ja. Het is een beetje een tegenvaller dus. Ja. Hetzelfde als je een hele mooie vrouw ziet die eigenlijk een piemel heeft. Hé, hey, daar heb ik
natuurlijk helemaal als gender-antinormatief persoon. Weet je wel, misschien heb ik wel een vagina. Bam! High-tech decor. Cody, hier komen die poesjes op. Vroeger deden jullie daar als lekkere wijven op, toch? Ja, maar dat gaat niet meer. Helaas. Nee, die staan nu hier. Fuck iedereen. Niet zo heel lang geleden werden al onze reguurders keihard beledigd door Eddie de Clown. Die nazi, van die leuke clown van Walibi. Hey, hallo sukkeltjes van Dumpert. Kom er niet doorheen gewoon. Het is dikke drek om doorheen te komen. Oh, ik weet het al. Het zijn al die scheidreacties van jullie hier in het riool. En vervolgens stuurden al die reguurders natuurlijk allemaal poederbrieven en doodsbedreigingen en kogelsbrieven en zo naar Walibi HQ. En nu willen ze het goed maken met kaartjes. Hoe kan je die kaartjes winnen? Maak een foto van jezelf als clown. Zet hem online met de hashtag DumpertClown. En stuur hem niet naar reten@dumpert.nl, want dan ben je af. Want wij hebben helemaal geen zin in al die kut-e-mail. Tot zover het reclamemomentje. Walibi! Woehoe! Laat je likken. Ik wil wel water. Hebben we al water of is het nog steeds geen water? Het water is op en het bier ook. En eigenlijk is alles op. Dus heb jij een waterkoeler? Stuur hem even naar ons. Dan zetten we hem in de studio. Ja. En oh ja, weet je wat ook nog een nadere huishoudelijke mededeling? Oh. We hebben de hele week de rookmachine aan laten staan en nu is die kapot. Fucking dom. Afvoerde zeden van Luxemburg weer. En dat kan zomaar 8-0 zijn en dan... Die winnen niet met 8-0, dat is een stomme vraag. 8-0. Wie is deze man? Goed zo. Gran Questa. Maar meer op kan vrijleggen. Kan gewoon mee dan leggen als zo. Lijkt wel effjes voetbal met die scoren, met die eindstand. 8-0. Nou, nee. Wat zei die? 8-0? Dat geloof ik echt niet. Nou, het is dat toch echt zo? Ja, nee, maar het is een beetje flauw, want dat interview was voor de wedstrijd. Oké. Ja, toen zei die 8-0, nee, en toen werd het dus wel 8-0. Oh. Ja. We kunnen nu wel allemaal, advocaat, dom, hij zei het wordt niet 8-0. Ja, maar hoe groot is de kans dat het echt 8-0 wordt? Nederlands elftal is op dit moment echt een slechte comedy. En de vrouwen doen het veel beter. Dus 5 reten voor de vrouwen. Ah nee. Ah nee. Oh. Ah nee. Oh wow. Nou, die is onvruchtbaar. Ik had daar echt een man verwacht. Nee, dat is een chick. Ja. Nou, gelukkig heeft ze geen ballen, want dan had het echt pijn gedaan. Een kut doet net zo pijn hoor. Misschien de squirttechniek van Maxime doet pijn, hè? Bam, 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 ja, bam, bam. Maar dit doet ook pijn. Ja, dat is inderdaad wel... Kun je dat voor ons even factchecken? Wat hij zei vorige week, sloeg dat ergens op? Of? Nee? Nee. Misschien heeft hij ooit één keer per ongeluk een vrouw laten squirten. Ja, ja. Lekker, man. Mm-hmm. Maar de rest, nou ja, die faked het gewoon bij hem. Die hebben gewoon eigenlijk Maxime zitten onderzeiken. Ja, ja. Ja, gewoon allemaal plat. Ja, die dacht erna 5 ben minuten, bam, 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 ja. Ik ben er klaar mee, fuck. Flikker nou maar op. Laat hem maar denken dat ik aan het squirten ben. Maar is dit gedwongen of is dit een aandachtsmevrouw? Nou, ik denk dat het een aandachtsmevrouw is. Aandachtsmevrouw? Okay. Ja, maar het is ook in Japan. En al die Japanners zijn sowieso gek. Ze ligt op een hartje, hè, omdat ze toch wel liefde wil laten zien aan de wereld. En vrouwen die liefde willen laten zien terwijl ze zich kaart in een kut laten slaan, altijd 3 reten. Misschien is ze gewoon zwanger. Ja, en dit wil is gewoon... Wil ze een abortus. Ja. En weet je wat ze dan in Japan zeggen? Pingpong, weg jong. 5 reten. Van Duinen komt ver door en is het daar 3-0. Wat doet hij? Dit doet me een beetje denken aan Maxime die een vrouw probeert te laten squirten. Bam! En is het daar 3-0, wat doet hij? Ik heb vroeger ook altijd gevoetbald. Ja? Ja, echt waar. Ik heb allemaal littekens hier van het slijden altijd. Oh wow. Maar ik heb het nu gefoundationed. Dit is natuurlijk gewoon de 8e klasse en die hebben ongeveer 50 keer zoveel sponsors als wij. Dus goed gedaan. Ja. Ja. Ik dacht je gaat nu reten. Nou ja, dat dacht ik ook, maar ik wist niks. Je zet echt je reetstem op. Heb ik een reetstem? Ja. Een reetstem, dat klinkt echt ook, weet je, alsof dat het geluid is wat er komt als je uit je reet praat. Maar zo slecht is dit toch niet, deze show? Holy shit, als je uit je reet praat? Ja, dat is dan toch je reetstem? Zijn dat dan reetscheetjes? Nee, een scheetje komt altijd uit de reet. 3-0, wat doet hij? Dit is gewoon super dom, super zonde, maar voetbal altijd 5 reten. Nou, Helene Hendricks, ga maar gewoon alvast weg. Sylvana komt eraan. 3 reten.
Ik heb het idee dat zij gaat spugen of zo. Ze kijkt heel lam. Je bent verziekt door Dumpert. Ja, het wel een beetje aandacht zoeren. Godver, zit ik net te poepen. Kom dit langs. Nu heb ik tussen de WDC-bril doorgepist door de stijging, zegt my manager. Oh ja, maar krijgen mannen hier echt een stijve leuter van? Nou, ik dacht meer van als jij door de WC-bril heen pist terwijl je aan het poepen bent. Als die hard wordt, dan heb je dus een heel klein piemeltje. Huh? Ja, denk daar maar eens over na. Vind je het mooie dames? Nou ja, maar ik wil wel graag dat een vrouw gewoon een leuk karakter heeft. En op zich is dit best leuk, maar als je zo'n aandachtshoer bent, dan is dat leuk voor op Dumpert. Niet mee naar huis nemen. Twee reten. Zulke vrouwen zijn een beetje als erwtensoep. Als het begint te bubbelen, moet de worst erin. Drie reten. Je hebt er echt over nagedacht. Oh nee, maar dit... Nee, maar even eerlijk, heb je van tevoren Nee, maar ik vind het heel goed. Sowieso. Ik vind het heel goed. Ken je deze niet? Heb je die? Nee. Dit zeggen ze in Friesland allemaal. Wat een gore seksiste, de kut Friesland. Het zaad van je maat kan geen kwaad. Zulke vrouwen zijn als erwtensoep. Als begint te bubbelen, moet de worst erin. Het zaad van je maat kan geen kwaad. Ken je ook niet? Dat is een vrij homoerotische opmerking. Nou, het is voornamelijk... Ik ben het ermee eens, hoor. Even voor de goede orde. Maar vertel, het is vooral als je wordt ge... Nee, het is voornamelijk als je nu... Kijk, stel iemand... Dit zijn misschien wel hele makkelijke meiden. Nee. Nick, die gaat nu bijvoorbeeld met een van die chicks. Zou hij nooit doen. En jij denkt, oh, ik vind het ook een geil wijf. Ja. Dan zegt hij, weet je wat, doe maar het zaad van je maat. Kan geen kwaad. En dan kan je double teamen. Dus dan heb je samen dezelfde chick gedaan, weet je? Touwenbritje. Dit is toch niet waar? Het is de nieuwe show van Giel. Maar wat de fuck gebeurt hier? Waar kijk ik naar? Is dit nou? Is dit een prank? Is dit een grap? Is dit een verborgen camera stunt? Is het kunst? Is het kunst? Is het een aandachtsmevrouw? Ze kan ook niet echt zingen. We wilden gewoon rustig op een patatje eten, maar... Nee, zit er niet. Nee. Ben jij deze dame die ligt in de frikandellenfritine? Stuur even een e-mail naar reten@dumpert.nl en leg het uit, want we zijn helemaal in de war. Moderne, abstracte, impressionalistische kunstdans. Ik hou ervan. Meer subsidie hiernaar. Drie reten. Jegersronde. Oh, is de geit terug? Die staat er niet in. Nee, je hebt gelijk. Klootzakken. Grapje. Nee, jullie zijn geen klootzakken. Grapje. Dat moment wanneer je je broek laat zakken, je gaat zitten op een koude wc-bril, je telefoon pakt en de Dumpert-app opent en dan ziet dat de nieuwe Dumpert-reten online staat. Op dat soort momenten besef je dat het leven af en toe perfect is. Oh, ja, dat is lief. Ja, hè? Feel good bagger. Het is meer dan porno, alleen. Dumpert-reten. Flippo schrijft, ik ben er geen groot fan van dat de video's samen met de reguursels in beeld komen. Je geniet dan toch minder van het beeldmateriaal. Groet van uw autistische collega-reguurder. Deze mensen zeggen van ja, ik zie dan minder het beeldmateriaal, het filmpje zelf. Oh ja. Waar op zich wat in zit. Maar ik weet niet hoe de edit, ik doe de edit niet helemaal. Dus. Dat is ook gewoon fucking op een link drukken, ik ga het hele filmpje zelf kijken. Waarschijnlijk gaan we het aanpassen. Pietertje schrijft, Van Leeuwen, je lijkt momenteel te veel op Tim Hofman. Fix het. Nou ja, die montage over Quid was zo mooi dat ik zowel moest huilen en moest fappen tegelijk. Hiervoor heel veel dank. Ja. Oh. Die is gay. Hoezo? Nou, je fapt toch niet op Quid? Hoezo niet? Oh ja, oké. Fap jij op Quid? Stubby Scarecrow schrijft, wanneer komt Nick's Kookshow weer terug? Ja. Ja. Goeie. Zodra we een goede sponsor hebben. Ja. Waarschijnlijk hopelijk heel binnenkort. Hoop ik ook. Ja, ja. Want Nick en een kookshow... Is fantastisch. Wat wil je nog meer? Toch? Helemaal niks. Nee. Kom jij ook in de kookshow? Weet ik niet. Ja, weet ik ook niet. Ja. 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 Nou ja. Nice. Ik kan best goed koken. Gebruik je druif? Oh, maar dat mag. Dat geeft niet. Ik koop dat voor iedereen hier ja. Altijd. Koop je wel nieuwe? Nee, doe normaal. Ik neem altijd wat lekkers mee. Spleet eruptie schrijft... Hoe? Spleet-eruptie. Oh. Spleet-eruptie schrijft, wat zou nou het merk zijn van die kratten bier die daar staan? Geen idee. Skyronster schrijft, ik vraag me even oprecht iets af. Noem me een softie, maar in de periode van de grappen over Nick zijn moeder, hoe stond de moeder van Nicky eigenlijk tegenover? En zou ze dit een keer op Dumpert-reten willen vertellen? Of hebben jullie geen groothoeklens? Moet je godverdomme eens een keer mijn gezicht zeggen. Wat heb jij leuke sokken? Dankjewel. Krijg je die per post? Helaas niet. Snullero
schrijft: lieve Quid, ik weet het. Ik ben een van de vele regels tekst onder Dumpertrade 101, maar ik zat toch met een brok in mijn keel de laatste 3 minuten. Ik hoop dat je snapt dat achter die regels tekst echte diep bedroefde mensen aan de onderkant van de samenleving zitten. Succes met je werk, bij welk kutbedrijf je ook bent gaan zitten. Ik hoop dat we je nog een keer zien. Ik vind het kut dat Quid weg is. En wat hij zegt is natuurlijk waar. Er kijken heel veel mensen naar ons. Ja, natuurlijk. En ook mensen, nou ja, ja. Ik vind het ook gewoon ja, kut. Ja, het is ook gewoon kut. En verandering is ook lastig voor reaguurders. En voor mij ook. Voor jou ook. En Quid werkt trouwens niet bij een kutbedrijf. Wij zijn alleen veel awesomer. Klopt. Ja. Ja. Maus 9 schrijft: het AD is sowieso een tyfuskrant. Haha, Maxime mag voortaan altijd komen. Wat vind je trouwens van mijn shirt? Ja, mooi. Lekker, sexy. Ja, ik mis een knoop. Dat zag ik. Ja. Kan dat? Ja, raar verhaal. Nee, maar op elkaars hoofd staan is in Rusland een beetje hetzelfde als ertessoep in Friesland. Dat hoort er gewoon bij. Dit filmpje heeft eigenlijk 2 hoogtepunten. Dat hij op zijn hoofd gaat staan en dat hij hem kaart achter op zijn hoofd slaat, iets daarvoor. En dat is gewoon heel goed gedaan. Ja. 4 reten. Elkaar eerst kaart in elkaar slaan en daarna toch weer knuffelen is wel echt een teken van een hechte vriendschap. 5 reten. Dit lijkt op eentje die van de French dingers, dat is echt mijn favoriet. Overdreven dansen op dit soort beat. Nee! Zo normaliseer je nazisme. Weet je wel, zo doe je net alsof dit soort mensen ook gewoon mensen zijn. Hitler vond het leuk om haar te kakken. Is dat echt zo? Ja, serieus. Ik moet nu van Nick zeggen dat Hitler, moet ik van Nick zeggen, het leuk vond, moet ik van Nick zeggen, om op Eva Braun, moet ik van Nick zeggen, te kakken. Moet ik van Nick zeggen. Maar het is haar niet af te zien, want ze is zo wit als wat. Al die namen die voorbij kwamen, Göring, Himmler, Goebbels, Braun, enig idee wie het zijn? Ja, het heeft allemaal met de oorlog te maken. Heel goed, Nederlands onderwijs, 5 reten. Wegwezen, jij kan wel zijn, wegwezen. En ik werk voor Dumpert, hè? Doe even, ik kan me niet schelen, doe even normaal, man. Ik werk voor Dumpert, ja, dus dat komt goed uit. Deze man die werkt dus niet voor Dumpert. Nee. Nee, het is wel een beetje raar. Ja. Alsof ik zeg van, ja, ik werk voor het AD. Ja. Nee, dit is een tyfuskrant. Natuurlijk niet. Doe even normaal, man. Ik werk voor Dumpert, dus dat komt goed uit. Deze gozer die dus zegt dat hij voor Dumpert werkt, terwijl hij helemaal niet voor Dumpert werkt, die mailde ook nog dat hij dat filmpje weg wil, maar... Hé, what the fuck denk jij? Ik werk voor Dumpert, dus dat komt goed uit. Een andere fotograaf uit het noorden, die mailt trouwens dus over die fotograaf die zegt dat hij voor Dumpert werkt, terwijl hij niet voor Dumpert werkt. Dat hij dat vaker doet. Okay. Zeggen dat hij verdumpert werkt, terwijl het niet verdumpert werkt. Er zijn echt heel veel mensen, meer dan wij denken, die zeggen dat ze iets doen of iemand zijn, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Ook heel vaak mensen die zeggen dat ze politie zijn. Of gewoon om chicks te scoren. Ja, ik zou dat nooit doen, maar Nick die zegt bijvoorbeeld dat hij een astronaut is. Ik werk voor Dumpert, dus dat komt goed uit. Groningen. Vijf reten. Sir, you got a war face! That's a war face! Now let me see your war face! Jezus, ik wist niet dat Patty Bart zo'n hoog bereik had, joh. Oh jee, videofuck. Deze man doet mij een beetje denken aan Quid en daar word ik gewoon een beetje verdrietig van. 2 reten. Dat was hem alweer. Ja, dat was hem alweer. Dumpertrate 102. 102. De diepste decolleté dumpertrate ooit. Yay, dikke tieten, 5 reten. Hey, ik heb hier niks mee te maken. Hè. Ik heb hier volgens mij helemaal niks meer aan toe te voegen. Ik zeg tot volgende week. Bedankt, Sylvana. Hey! Yay. Woe.